Welkom bij Gedeerde TV aflevering 230. Vandaag gaan we een XL picknicktafel maken. Hij wordt maar liefst 2,50 meter lang. Ik heb hier een balk van 2,50. Zoals je ziet zouden daar prima 4 man aan kunnen zitten. Leuk model dus. We maken hem van Red Claws, maar we gaan ook met de verfkwast aan de gang. We gaan vandaag aan de gang met Red Claws wood. 4,5 bij 9 centimeter zijn deze balken. Geeft een mooi stabiele basis voor je picknicktafel. Je zou deze ook breder kunnen kiezen in plaats van de 9. Kies je bijvoorbeeld voor de 14,5 of voor de 12 centimeter variant. De 9 centimeter werkt over het algemeen wel prima. Zijn redelijk goed van gewicht. En zoals je ziet, Red Claws heeft die mooie kleur van Larix Douglas hout. Je zou Red Claws uiteraard ook kunnen vervangen voor Larix Douglas, groen geïmpregneerd. En je kan zelfs hardhout kiezen voor deze picknicktafel. Voor deze picknicktafel hebben we echt best wel wat hout nodig. We hebben hier 16 balken staan. Eentje komt onderlangs om de twee frame gedeeltes bij elkaar te houden. En met de andere 15 maken we dus de bankjes aan beide kanten en het blad. Ook hebben we natuurlijk gedeeltes nodig voor de poten. Ik heb alvast wat voorbereid, maar ik ga straks hier ook nog wat dieper op in welke exacte schuintes je nodig hebt. We hebben twee schoortjes aan de onderzijde nodig. Deze komt onder het blad om de verschillende balken bij elkaar te houden. Ook hier hebben we daar nog wat balken voor. Al met al zal het een mooi stevig geheel vormen. Dit zijn de liggers waar je bankjes uiteindelijk op gemonteerd worden. En daar komen dan de poten op deze manier weer aan. Straks ga ik er wat dieper op in en zul je ook zien hoe ik deze schuintes exact goed krijg. We hebben voor de poten balken van 85 centimeter lang nodig als je van de 9 centimeter uitgaat. Deze moeten we zagen op een schuinte van 30 graden. Op deze manier. Handig is dus even zo'n afkortzaag welke je kan verstellen in verstek. En dan zagen we dus precies vanaf het hoogste punt, aangezien onze balk al op maat is. Op deze manier. En die schuinte moeten we ook aan de andere kant hebben. Hier zal immers de grond komen en hier komt dan je blad op. Ook daar zagen we weer vanaf het hoogste punt, precies in 30 graden. Dit herhaal je dus 4 keer en dan heb je 4 exact gelijke poten. Aan de staanders moeten natuurlijk balken komen waar je bankjes uiteindelijk opkomen. Deze balk zal zorgen voor stevigheid. Ook hiervoor gebruiken we een 4,5 bij 9 centimeter. En dan is het, om het mooi af te werken, is het van belang om 4,5, dus echt in het midden van de balk, daar zaag je een stukje in 45 graden weg. Zet onze zaag dus weer in 45 graden. Ik heb hier op precies 4,5 centimeter vanaf de kant heb ik een streepje gezet. Dat is dus precies het midden. En vanaf daar pakken we hem op met de zaag. Deze stap herhaal je 2 keer. Om stevigheid aan onze constructie te geven gaan we 2 kleine schoortjes plaatsen. Deze schoortjes hebben een lengte van 38,5 centimeter en die zagen we ook weer aan beide kanten in 45 graden af. Pakken we ook weer vanaf het hoogste punt aangezien onze balken al op maat zijn. Zo hebben we 2 schoortjes en deze komen straks midden in onze constructie. En die zullen zorgen voor een haaks geheel en dus extra stevigheid. Nu we alle delen gezaagd hebben, kunnen we beginnen met het voorboren van de gaten voor de slotbouten. Wij maken gebruik van M10 RVS en daarbij een 12 centimeter lange variant. Je zou dit ook kunnen opschroeven naar een M12 variant. Wil je nou precies weten waar je deze gaten moet boren? Ga dan naar gedeerde.nl/tv bij aflevering 230. Daar staat een stappenplan waar exact wordt vermeld welke gaten je waar moet boren.
Je dient dus met de materialen welke je net hebt gezaagd deze twee frames in elkaar te zetten. Het zijn dus aan beide kanten een staander. Je hebt de bovenste balk van 70 centimeter waar dan je blad straks op komt. En hier zullen je bankgedeeltes opkomen. Je ziet, het ziet er mooi afgewerkt uit als die zijkanten 45 graden zijn afgezaagd. Het geheel bouwt je gewoon in elkaar met slotbouten. Wij gebruiken M10, dus het is aandraaien met een 17 sleutel. Op deze manier. We zouden zelfs nog naar 10 centimeter lange slotbouten kunnen gaan. Maar ik vind het altijd wel fijn om iets aan ruimte over te hebben. Om onze twee frames welke we net hebben gemaakt aan elkaar te bevestigen, hebben we een onderbalk nodig. Deze balk zal zorgen voor extra stevigheid en hier kunnen dan gelijk je schuine schoren aangemaakt worden. We dienen vanaf de zijkant 20 centimeter tot de dikte van de balk, dus dat is 4,5 centimeter. Dat gedeelte dient eruit gehaald te worden. Kleine inkepingjes, 1 à 2 centimeter diep is meer dan voldoende. Wij hanteren 1 centimeter en dan komen we ook mooi uit met de schuine schoortjes welke we hebben gezaagd. Deze inkepingen maken we met de cirkelzaag. Nu we de balk met de inkepingen klaar hebben, heb ik alvast schroeven ingedraaid van 5x100. Je zou ook 5x120 kunnen gebruiken, maar met 5x100 heb je in ieder geval al een goede basis. Deze komt hier. Je ziet dat de inkeping mooi precies valt in de balk, dus dat komt in ieder geval goed overeen. Nu gaan we hem uitmeten dat hij precies in het midden zit. De schroef van bovenaf erin zal zorgen voor stevigheid. Dan kunnen we het gedeelte aan die kant vastmaken. Van deze 4,5 bij 7 centimeter glad geschaafde balken zagen we klosjes. Die komen er dan zo uit te zien. Hier monteer je straks je blad op en je zitting. En dan kan je het geheel op je picknicktafel frame monteren. Het bijkomend voordeel daarvan is dat je vanaf de onderkant kan schroeven en dus geen schroeven in het zicht hebt, los van de slotbouten. We hebben de balken welke het blad en de bankjes vormen alvast even neergelegd. Belangrijk hier is om even te kijken welke tussenruimte haalbaar is. Mocht je naar bredere planken gaan, kan je er uiteraard ook een iets bredere tussenruimte aanhouden. Dat staat optisch het mooist. Wij hebben hiervoor gekozen om bij het blad 1 centimeter tussenruimte tussen de balken te houden. Dat is precies een duimstok op zijn zijkant en aan deze zijde een duimstok op de brede kant. Vaak zie je bij picknickbanken dat de tussenruimte tussen de zitting wat breder wordt aangehouden dan de planken. Je kan er uiteraard ook voor kiezen om hier ook die centimeter tussenruimte te houden. Dan zou je zelfs een vierde balk kunnen plaatsen. Dat is wel weer wat robuuster qua uiterlijk. Nu halen we alle balken ervan af. Die gaan we straks prefab prepareren. En dan kunnen we nog bij het onderstel en die gaan we wit maken. En dat geeft een heel fraaie afsteek van de kleuren. We hebben nu natuurlijk per bevestigingspunt één slotbout exact in het midden. Dit zal ervoor zorgen dat je een vreemde draaiconstructie krijgt. Om dat allemaal te fixeren schroef ik vanaf de binnenkant 4x70 mm RVS 410 schroefjes. Dit zal ervoor zorgen dat het draaipunt wordt gefixeerd, maar de slotbouten zorgen voor de echte stevigheid. We maken gebruik van bijts. Tuinbijt dekkend en dan in de kleur wit. Even schudden voor gebruik, aangezien hij nog helemaal niet open is geweest. Vervolgens nog even goed doorroeren met een roerstokje. Hiermee haal je ook echt de kleurpigmenten nog onderuit het blik.
Los van dat je hebt geschud, is roeren dus zeker nog even aan te raden. Ook onder het schilderen af en toe even doorroeren kan ook zorgen dat je kleur toch nog wat mooier uitkomt dan wanneer je dat niet zou doen. Vervolgens brengen we met een platte kwast brengen we de bijts aan. Het is dekkende bijts, dus je zult zien als je dit aanbrengt dat het vrijwel in één keer wit wordt. Je zou voor de echt mooiste witte kleur zelfs twee keer kunnen gaan schilderen. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je blad en je bankjes alvast te monteren en daarna te gaan schilderen. Maar wij vinden het makkelijk nu je overal nog bij kan om nu even de kwast eroverheen te trekken. Kunnen we de bankjes en het blad prefab maken en dan kan het er in één keer opgezet worden. Achter mij zie je dat het frame helemaal wit geschilderd is. Die is nu aan het drogen. Dan kunnen wij beginnen met het prefab maken van deze bankjes en de tafel. Eén bankje heb ik alvast klaar. We schroeven heel simpel deze klosjes. Dat zijn de klosjes die ik over de lengte door heb gezaagd. Die schroeven hier aan de onderzijde. Uiteraard moet je ze nog wel even op maat zagen. Op 24,5 centimeter vanaf de zijkant, daar komen deze klosjes. Je schroeft ze vanaf de onderkant vast. Zo heb je aan de bovenzijde helemaal geen schroefgaten in het zicht. Dat zorgt echt wel voor het mooiste beeld. En belangrijk is om de schroeven van 5 bij 50 mm te pakken. Deze hebben mooi dik draad. Dat zorgt voor extra stevigheid. Ik gebruik RVS A2, maar je zou ook verzinkt kunnen gebruiken. Handige torx-aandrijving. En even voorboren aan de zijkanten. Dat kan, maar dat hoeft in principe niet, aangezien er een zelfborende punt op zit. Ook is het van belang als je dit gedeelte, als je de balken neer gaat leggen voor de bankjes en voor de tafels, om de lelijke kant naar de onderzijde te richten. Dat zal immers automatisch de onderzijde zijn. Dus dan heb je aan de bovenzijde wel gewoon een mooi strak uiterlijk. Bij het tafelblad werkt het eigenlijk precies hetzelfde. We beginnen op 24,5 centimeter vanaf de zijkant. Maar dat doen we in eerste instantie alleen bij de twee uiteinden. Dus de twee uiterste balken. We zorgen dat het balkje van 70 centimeter, wat zo breed wordt immers ons blad. Zorgen dat dat gelijk ligt met de zijkanten van de balkjes. Op deze manier, als dat allemaal gelijk ligt, dan kunnen de twee uiterste balken in ieder geval al vast. Dat doen we aan deze zijde en aan de andere zijde, tegenovergestelde kant. Wanneer die uiteinden vastzitten, dan kunnen we beginnen met het verdelen van de tussenbalken met de daarbij behorende tussenruimtes. Voordat we nu de rest van de tussenbalken gaan vastmaken, is het belangrijk om op te meten of we haaks aan het werk zijn. Dat doe je door kruislings op te meten. Dus vanaf deze zijde helemaal tot aan deze zijde. Die afstand moet precies overeenkomen met van deze hoek tot aan deze onderste hoek. Wanneer dat allemaal mooi haaks gemonteerd zit, dan kunnen we hier ook de tweede schroef vastzetten bij de uiterste balken. En dan kunnen we beginnen met het uitlevelen van de tussenbalken. Een klein balkje van 70 centimeter, waarbij ook bij de uiteinden weer in 45 graden zijn afgezaagd. Die komt dan precies in het midden van dit blad. Ik heb dat even afgetekend. Het is immers op de onderkant, dus zie je straks toch niks van terug. En vanaf bovenkant met lange schroeven gaan we deze balk bevestigen op ons tafelblad.
We hebben het blad er even opgelegd en schroeven dit nu vanaf de onderzijde vast. We doen dit met 4 keer 70 mm schroefjes. Je hebt kunnen zien hoe we de schuine schoortjes aan de onderzijde plaatsen. Deze zijn dus ongeveer 40 centimeter lang, maar mijn advies is om balkjes van ongeveer 45 centimeter te zagen. Aan één kant in 45 graden verstek, dan hou je hem eronder tegenaan en streep je hem af. Dan weet je zeker dat je exact de juiste maat hebt. Alleen dit gedeelte moet nou nog gemonteerd worden. Dat doen we net als aan de andere kant. Zet hem erop, vanaf de onderzijde met 4 bij 70 mm schroefjes vastzetten. En dan kunnen we genieten van het eindresultaat. Deze schoortjes aan de onderzijde kiezen wij voor om deze blank te laten, maar je kan ze uiteraard ook gewoon meeschilderen in de kleur van je frame. Uiteraard is het ook een hele goede denkbare optie dat je alles gewoon de originele houtkleur laat. Los van de RVS-slotbouten welke we in deze aflevering hebben gebruikt, zou je natuurlijk ook gewoon de verzinkte variant kunnen gebruiken. Verzinkt is wat sterker dan RVS, dus mocht je echt stevige constructies over een hele grote lengte met dikke hardhouten balken, dan raad ik aan om voor de verzinkte te kiezen. En mocht je echt een keer wat geks willen, dan kan je ook kiezen voor deze luxe zwart uitziende bouten. Deze steken bijvoorbeeld bij Larix Douglas heel fraai af. Alleen als je je frame wit schildert, dan staat het juist weer wat lelijk, vind ik persoonlijk. Vandaar dat we er zelfs voor hebben gekozen om deze slotbouten koppen gewoon mee te schilderen in wit. Je ziet hoe je in een paar uurtjes eenvoudig zo'n picknicktafel in elkaar kan zetten. Als je de delen eenmaal hebt gezaagd, is het eigenlijk gewoon een kant-en-klaar bouwpakket. En dan kan je gewoon aan de gang met het in elkaar zetten. Zeer robuust, helemaal met die 9 centimeter balken. Maar voor nog een robuuster effect kan je natuurlijk ook de 14,5 centimeter balken gebruiken. Deze dien je dan ook precies de tussenruimte te verdelen, zowel bij je zittinggedeelte als bij je tafelblad. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 230 van Gadero TV. Mocht je nou benieuwd zijn welke materialen we precies hebben gebruikt en welke alternatieven er eventueel zijn, ga dan naar gadero.nl/tv en klik op aflevering 230. En dan kan je ook stap voor stap teruglezen hoe je te werk gaat.